Ik sta hier in het harde, ik sta tussen een stel mannen in en ik zie duiven en er wordt van alles gesproken. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar dat gaan jullie me ongetwijfeld vertellen. Met wie heb ik het genoegen? Met Henk van het Goor. Wilke Bultman. Ja, en wat is hier aan de hand? Kun je iets... Dit is eigenlijk een beetje met een grapje begonnen. Henk en ik doen vrij veel samen op het gebied van duiven. Op een bepaald moment hebben we gezegd, we gaan een stukje promotie gaan doen voor de duivensport. Jaren geleden zat Henk in een organisatie, dat waren de buitenhuisdagen. Dat was een enorme reclame voor de Noordwest-Veluwe wat duivensport betreft. Toen hebben wij gezegd, van god, het zou leuk zijn als we weer iets dergelijks kunnen opzetten. Maar dan hier bij Henk en Henkje van het Goor thuis. En zo is het een en ander eigenlijk tot stand gekomen. Dus vorig jaar met een grapje begonnen en een beetje uit de hand gelopen tot wat het nu aan het worden is, zeg maar. Ja, want het is echt druk hè, als je hier zo... Nu op het ogenblik geeft Dierenarts Wolf dan een lezing over verschillende ziektes van de duiven. En de opzet van deze duivendag is ook dat we dus een derde deel van de opbrengst, we hebben straks een duivenverkoop en die gaat naar het goede doel. En dat is de promotie voor hersentumoren. En dat wat Henk van het Goor ook al zei, wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden. Enerzijds de beleving van de duivensport, ook een stukje uitleg wat hier gegeven wordt. Maar anderzijds dat je als duivensporter ook wat terug kunt doen voor de maatschappij, voor de mens. En in dit geval dus in het kader van de hersentumoren, dat we gezegd hebben, Henk zei net een derde, maar het is een beduidend groter deel. Ik denk dat zo'n beetje 70% van de opbrengst van die verkoop uiteindelijk naar de stichting toe zal gaan vanmiddag. Belangstelling is groot, hadden jullie dat verwacht? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, dus het is geen verrassing meer dat er zoveel mensen komen. Ja en nee, in die zin. Kijk, je hoopt natuurlijk altijd wat. Andere kant is, vanmiddag om 3 uur hebben we een forum met waanzinnige topliefhebbers uit Nederland. En er zijn er toch heel veel mensen die daarop afkomen van, goh, we willen toch eens horen hoe die mensen de sport beleven en de sport bedrijven. En ze kunnen ook vrij vragen stellen aan die mensen. Nou, die kans krijg je niet zo heel vaak. Dus dat is wel een van de redenen waarom er zoveel mensen op afgekomen zijn. Absoluut. Nou, ik ben Esther Schildman, ik ben van Duiven Direct, duivencouriers. En ik transporteer duiven van Minten. En die zei van, oh, vraag eens in eerste instantie aan de drie heren of zij een verklaring hebben voor de grote verliezen van de jonge duiven. Is dat gezondheid, straling, kruislossing, whatever. Het was voor hem één groot vraagteken. Hij zegt, de heren zullen ongetwijfeld de oplossing hebben of weten hoe daarmee om te gaan. Wij hebben zelf ook nogal eens verliezen. Daar profiteert Esther van. Dan worden ze in ieder geval weer opgehaald. Afgelopen jaar hebben we het anders gedaan. Toen hebben we besloten om duiven die niet goed wegtrekken niet te gaan spelen. Dat resulteerde wel dat we de jonge duivenvluchten niet mee konden doen, maar alleen op de natour. En dat de verliezen daarop zijn reuze meegevallen en ik denk ook inderdaad wat Harm zegt dat het veelal een gezondheidskwestie is. Ik sta met de dierenarts Nanne Wolf uit Wezep, sta ik hier in het harde. Wat is uw rol hier precies in het hele gebeuren? Nou, ik ben dierenarts. Ik ben eigenlijk ook duivenmelker vanaf mijn jeugd. Ik ben dierenarts geworden omdat ik mijn duiven ook eigenlijk beter wilde maken. En ze hadden mij gevraagd om hier een praatje te houden over de gevallen die ik in de praktijk tegengekomen ben. Ja, ik zag een hele paar pittige foto's dat ik zei van wow. Hebben de mensen er ook echt belangstelling voor? Die willen dat echt allemaal weten van... Het herkennen van ziektes is het... belangrijkste wat de duivenmelker moet kunnen. Wanneer moet je wat doen aan je duiven? Wanneer zijn ze ziek? En hoe ziet het ziektebeeld eruit? En wat moet je doen? Ja, je vindt het heel belangrijk dat de mensen dat weten zo. Ja, het herkennen van ziektes is het allerbelangrijkste. Vandaar ook dat we aan de hand van plaatjes van de ziekte mensen proberen uit te leggen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Daar kun je veel problemen mee voorkomen. Duiven zitten allemaal bij elkaar in de mand, gaan samen op transport en kunnen elkaar besmetten.
Vandaar dat het goed is om te weten hoe je een duif gezond moet houden. Een gezonde duif heeft al moeite om goed prijs te vliegen, laat staan een hele zieke duif. Dat kan niet. Ja. De mensen mochten vragen stellen. Waren er nog vragen bij die u verrasten? Of? Nee, we doen dit wel vaker. Veel dingen komen steeds terug natuurlijk. Maar af en toe op de praktijk, de gevallen in de praktijk, dan zie ik wel elke keer weer nieuwe gevallen. Dat maakt het werk ook zo leuk. Wat is echt iets dat duifliefhebbers echt zoiets hebben van wat ze echt angst in boezemt? Wat is dat het meest voorkomende oorzaakziekte? Wanneer hele goede duiven ziek worden, dan zijn de mensen meestal behoorlijk zenuwachtig. De prijzen van goede postduiven zijn vrij hoog. Er zijn duiven getoond. Afgelopen middag daar is wel 2,5 ton op geboden op die duiven. Hoor ik dat goed, 2,5 ton? Ja, maar dat is niet de reden. Een gewone duif is niet veel waard. De duivenmensen, 99% van de duivenmensen is duivenliefhebber. En je moet duivensport niet bedrijven voor geld. Maar er zijn sommige duiven heel veel geld waard. En ja, daar worden mensen wel zenuwachtig als een topduif ziek wordt. Kun je iets meer vertellen over het duivendirect.nl waar je zelf de eigenaar van bent? Ja, ik heb duivendirect.nl. Dat is een koeriersdienst speciaal voor duiven. Dat kan betekenen het ophalen van verdwaalde duiven, maar ook van geveilde duiven. Maar ook het leveren naar diverse landen. Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden, België, Nederland zelf natuurlijk. En dat is in principe mijn werk. Wat maak je zo leuk aan die duivensport? Ik kom natuurlijk zelf van de boerderij af, dus ik ben eigenlijk met beesten opgegroeid. Ik heb altijd in de paardensport gezeten, ook met beesten, en toen trouwde ik een man met duiven. En eerst dacht ik van nou, dat is helemaal niks. Maar toch, je gaat je ermee bemoeien, je gaat hokken, je pakt een beestje vast en je krijgt toch een binding met zo'n beestje. En dan ga je het ook, wil je het zelf ook proberen, wat kan ik met zo'n beestje? En dan besluit je ook een vrouw in de duivensport te gaan worden. En je verzorgt ook zelf een hok met duiven? Of je man heeft alleen maar de duiven? Of je hebt zelf duiven? Nee, we hebben samen duiven. We vliegen in combinatie. Mijn man vliegt de meerdaagse vond en ik de dagvond, zeg maar. Ik moet wel eerlijk zeggen, mijn man meestal de duiven voert. Aangezien ik gewoon hele lange dagen maak met mijn werk. En ik er niet altijd tijd voor kan vrijmaken. Maar zaterdag zitten we wel samen bij het hok te wachten. Gezellig, onder het genot van een bakje koffie. Als de duiven terugkomen van vlucht. En dat is dan ook het mooiste moment, denk ik? Of is het, wat vind je zelf het mooiste moment om ze speciaal klaar te maken? Dus goed voeren naar een vlucht, naar de kilometers die de duif krijgt. Het weer, alles is natuurlijk belangrijk. En dan voer je zo'n duif op en dan is de kick dat die duif zaterdags komt, of... Ik denk dat het een helemaal geheel is. Het is samen naar die bewuste zaterdag toe leven. Dus met voeren en overleggen, wat gaan we doen. Dan het inkorpen vrijdagavond op donderdagavond. De gezelligheid, de sfeer van de vereniging en de leden om je heen. Die ook helemaal gepassioneerd zijn door duiven. En dan vervolgens zaterdags afwachten. En als dan een vroege duif komt, ja, dat is natuurlijk cash op de taart. Ja, nou, sta je bij de winnaar van de... help me even, want ik heb er heel weinig verstand van. Van een soort van keuring. En dan kijken ze naar de vliegkwaliteit van de duif. Dus is hier iemand geweest die een liefhebber, die eigenlijk veel verstand van duiven heeft. Heel goed vliegt ook met de duiven. Die heeft al die duiven in de handen genomen. En die heeft ze bekeken. En gekeken naar de spieren, naar de vleugel. En daar worden bepaalde kwaliteiten aan toegedicht. En dan was mijn duif dus in zijn ogen de beste duif. In jouw ogen? In mijn ogen, uiteraard. Ja, uiteraard. Nee, maar die duif had in mijn ogen wel hoge ogen gegooid. Maar er komen zoveel goede duiven hier. Dus ik had niet verwacht dat hij zou winnen. Dus ik kwam hier net binnen. Waarom heb je deze meegenomen? Waarom is dit voor jou de winnaar? Omdat hij op dat zij, het is een zij, super zacht is. Als je duif in je handen hebt, dat is gewoon, ze glijden door je handen heen, zeg maar. Maar dat is bij die duif, dat was dus zo. Kijk, dit zijn haar spieren. Zie je, die zijn opgezwollen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja. Kijk hier. Ja. Zie je dat? En dat is een teken dat het enorm goed gespierde duif is. En die vleugel. Kijk, dit zijn haar pennen. Ze heeft 11 pennen. En dat loopt heel mooi door. Ja. Zie je, dat loopt zo een lijn door. En wat je ook graag aan de duif ziet. Zoals dit, ze wringt ook. Dat is een goed teken van een beestje. We kijken deze vleugel ook. Dat loopt heel... Hier verspringt hij iets. Dit is haar voorvleugel. En dit is de echte, hier komen de echte pennen, de echte vleugel. En hier zit een verspringing in. Dat is voor een duif is het ook heel goed. Dus het is een schitterend dier.
Voor een duivenliefhebber. Ja, ja. Ja. Dus, ik wil nog even een close-up maken.